Leuk je bekijkt naar al deze games. Vandaag gaan we verder met PM Server Survival. Dag nummer 44. Je kon het verwachten vandaag. Je kon het verwachten vandaag. Hallo. Ja, ik was eventjes... Was je aan het facepalmen? Nou, zoiets. Je ziet het wel op de camera. Oh jee. Goedemorgen, goedenavond, jongensmorgen, ja hoor. Ja, inderdaad, jeetje. Bij de PM Server Survival van deze dag. En vandaag gaan wij weer survivalen. En we beginnen met elke dag met de reactie van de dag. En die ga ik nu voorlezen. Vandaag bleef Boom een keer voor. De reactie van de dag is van Etoine de Vries of Etoine of Etoine. Etoine de Vries. Ik weet het niet. In ieder geval... Wat was vroeger jullie favoriete tv-programma, zoals Dora en zo? Uh-oh. Nou, zeg jij het maar eerst. Wat dus was het mijn favoriet? Dus het is ongeveer bij de leeftijd 6, 5, 6, zoiets. Ik denk dat dat Pokémon was. Dat dacht ik al, hier dat ging zeggen. Ja, ik was echt een Pokémon-freak, jongens. Ik had al die kaarten had ik ook zo allemaal gespaard. En ik had Flippo's. En ik, ik keek altijd die series. Vond hem geweldig. En Bo, wat deed jij? Nou ja, Dora, dat keek ik niet echt. Nee, ik ook niet. SpongeBob. Oh, ja, dat heb ik ook heel altijd gekeken, hoor. Rocket Power. Oh ja, leuk. Boogery. Jeetje, wat heb je nog meer dan? Ik zit hier ondertussen een Enderman te vermoorden. Ja, ik zie het. Oh, hij is hier. Ja. Nee, hij is weer weg. Hij teleportte. En daar is hij weer. Hij is dood. Oh, yeah. En wat wou ik nou nog meer doen? Mijn Winx Club, maar dat was wel iets later weer. Oh ja. En heel vroeger, Kabouter Plop, Teletubbies. Ja. Maar dat is heel vroeger hoor dan. En ik, jongens, iets leuks van vroeger. Vroeger was ik altijd bij mijn oma en opa, maar die zijn helaas overleden. Ik heb nog wel opa en oma, maar dat is van de andere kant dan. En dan ging ik altijd daar logeren. En als de Pieter Post op de tv kwam, dat was het programma wat ik ook heel vaak vroeger keek. Pieter Post had mijn oma een vers glas jus de rans gemaakt. En elke keer hè, als ik daar langs kwam en we gingen Pieter Post kijken. Dat weet ik nog heel goed. Maar die zijn helaas overleden. Toch even een kleine herinnering van Roy vandaag. Ondanks dat we niet de 500 likes hebben. Nee. Ja, jullie zeiden ook van... heel veel mensen zijn misschien op vakantie. Ja, maar jongens, het is wel exclusief dit allemaal, hè? Die herinneringen. Dus, en we hoeven ook geen 500 likes, alleen dan komt er geen herinnering. Ja, nee, nou precies. Ja, nu wel een beetje, want Roy heeft wel iets verteld. Ja, het vloept eruit. Maakt ook niet uit. Maar... Oh jee. Hé, hey, jongens, als jullie dit kijken, helaas is Erwin zijn stream afgelopen met zijn 72 uur stream. Je kan het misschien ook een beetje zien aan mij, ik weet niet of je het ziet, maar ik ben kapot. Want, terwijl jij niet eens hebt gestreamd. Nee, ja, ik heb geen eens gestreamd, dat zeg ik ook niet. Ja, ik heb wel met hem gestreamd trouwens, hè. Ik heb mega balls met hem gedaan. Maar dat was niet echt 72 uur stream of zo. Maar jongens, ik ben tot 6 uur half 7 ben ik opgeweest bij Erwin's stream. En we zaten op de Teamspeak van PM, zaten we lekker te chillen met heel veel andere mensen. Ik ben gepoisoned door een witch, vuile smiecht is ze. Hier, hoppakee, weg ermee. Zo, klaar met jou. Oké. En we hebben ochtendgymnastiek 's nachts gedaan om 5 uur. We hebben, wat hebben we nog meer gedaan? We hebben gedanst, we hebben gediscoed. Oh jeetje, het was echt een feestje. En ik lag gewoon lekker te slapen. Ja, Bo lag lekker in een nest. En ik zei nog van, Bo, kom je ook even langs? Ja, Roy die dacht dat ik om 4 uur s'nachts even mijn bed uit kwam om te gaan teamspeaken. Nou, doei Roy, doei. Doei. Oké, ik word geschoten door een skeleton. Bo, ik vind het een goed idee om eventjes naar bed te gaan, want er zijn zoveel mobs hier. Ja, er zullen vast weer monsters nearby zijn. Ja, bij jou wel, hoor. Heel veel. Ik zie het alweer. Je wilt zeker bij mij logeren. Oh, het moet dan maar weer, hè. Vooruit met de geit. Kom maar hier. Hier moet je naar boven. Kijk uit voor je hoofd. Ik wil in jouw bed. Pardon? Waar is jouw bed nu dan? Hier op de gang. Nou, lig je in mijn kloffie te slapen? Ja. Dan moet ik hier op de lelijke stinkgang zonder kachel. Ja, nou, dat moest ik toch ook. En dat ik in jouw kamer een kachel zit. Ja, weet ik wel. Wat ik nee, dank je wel, hè. Ik neem mijn bed weer mee. Doei. Ja, vuile. Je mag hier nooit meer slapen. Echt, nou, dan kunnen we nooit meer slapen in de nacht. Ja, jammer dan.
Ja, maar dat is ook, ook voor jou een weet ik veel. Een drempel. Oh, de nether is open. De nether is open. Zullen we een portal even maken? Even, ja, ga je gang. Als jij dat weet hoe dat moet. Tuurlijk, dan ik ben niet achterlijk. Oh, sorry hoor. Dan vind ik dat goed. Meneer Van Drunen. Van Drunen, mevrouw Beljaars. Je heet in de oor Van Drunen. Ja, ik, sorry. Kan ik toch niks aan doen? Drunen is een stad. Is een, ja, een dorp. Een derp. Oké, nee, maar... Godverdomme. Jongens, uiteindelijk was Erwin... Hij zag er zo niet uit. Klinkt heel erg. Of alsof van... Oh, heel lelijk. Maar nee, ik begrijp hoe hij eruit zag na zoveel uur livestreamen. Hij zag eruit als een zombie. Erwin, sorry dat ik dat zeg hoor, maar je zag er echt niet uit. Het was echt heel erg. Nee, het was echt heel erg. Hij zag er gewoon moe uit, alsof hij niet meer kon. En hij kon ook niet meer. Nee. Dus toen zijn ik en Willem zijn eventjes naar hem toe gegaan. En toen hebben we gezegd van... Erwin, ik denk dat het beter is dat je nu eventjes een powernap gaat nemen. Want hij wilde dat al wel om 7 uur gaan doen, 's ochtends. Maar dat moest hij nog een uur livestreamen. Maar hij zag er zo niet uit. Maar hij zat ook te gamen, maar hij zei helemaal niks meer. Hij zei helemaal niks meer. Hij was helemaal stil. Hij was dood. Dat ook weer niet, maar... Oh man, nee, maar ja, oh het man. Is ook zo, ik zei het net ook al tegen Roy, van een mens die kan wel een dag zonder slaap, tuurlijk, maar na ongeveer 36 uur, dan gaat je lichaam gewoon tegenstribbelen. En ongeveer na 48 uur, dan val je gewoon zowat neer van de moeheid. En hij was, hoe lang bezig, 36? 32. Nou ja, nou, dat is bijna 36. Ja, maar hij was ook gewoon nog op geweest ervoor, natuurlijk. Voordat met te livestreamen. Zij is denk ik wel rond de 40, bijna 48 uur wakker geweest. Ja, heel veel. En je lichaam, en je bent ook bezig de hele tijd met praten. Dus je lichaam die gaat, ja, die wil het gewoon even niet meer dan. Nee, die zegt gewoon doei, dag. Dag Erwin, doei doei, hier is de deur. Maar toen ging hij dus slapen en hij had een timertje gezet. En hij zei dat hij 40 à 50 minuten ging slapen. Nou, wij waren ook gewoon nog online en alles. Want ook voor de nood, want dat deden we juist eventjes. Voor bijvoorbeeld als hij niet wakker wordt, dan heeft hij een probleem. Want dan, als hij nog het wil halen, dan haalt hij zijn record niet. En met de regels of zo. Want hij kon 2,5 uur slapen of zo. Want hij had het allemaal opgespaard. Want je kan 5 minuten van een uur mag je even relaxen. Maar hij had 32 uur live gestreamd en nog geen één keer echt een break gehouden. Dus... we hebben het even gerekend. Hij kon 2,5 uur komt hij. Kon hij even relaxen. Dus. Maar. De deurbel ging hier. Ik hoorde het. Maar hij werd niet wakker. Nee, hij werd niet wakker. Dus... Maar waarom heeft hij dan geen wekker gezet? Dat weet ik niet. Of hij is er doorheen geslapen of zo. Maar wij heden het bellen op zijn mobiel. Maar we hoorden helemaal niks. En dus hebben we het huisnummer opgezocht. En we belden om 17:45 naar zijn huistelefoonnummer. Nou, we voelden ons echt heel erg slecht. Zo van, straks slapen die ouders allemaal nog. En dan, tuurlijk. Ja, en dan worden ze wakker. Maar we belden dus met een hoop van zeggen. Oh, ik had nog een stone pickaxe, maakt even niet uit. Maar die vader was al helemaal wakker en die moeder ook. En die waren gewoon helemaal enthousiast nog. En die waren helemaal happy de peppy, helemaal wakker en alles. Dus dat vond ik wel nice. Ja. Gelukkig. En toen zijn ze naar Erwin gegaan, hebben ze even gepraat heel lang. En toen is Erwin, toen schrokken we, want opeens hoorden we zijn stem. Want we hebben echt een half uur nog zitten wachten, totdat er wat levend kwam. En toen zat hij daar zo van, en toen zei hij heel zuur, ik trek het niet meer. Ik ben nog steeds aan het opnemen trouwens. Oh, mag ik in de video? Nee. Ja, nee, Roy edit het. Survival. Echt? Hallo. Is het survival? Ja. Hoezo, dan doet Roy toch ook mee? Ja, die doet toch ook mee? Oh, is Roy er ook? Ja, hij zegt nu hoi. 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 Oké, jongens, we hebben even een gast erbij. Hallo. Ja, Damon is er en zit op bed hoor. Oh, oké. Nee, ja, we hadden het dus over Erwin. En toen zei hij van, ik trek het niet meer en het gaat echt niet goed nu. En toen heeft hij de stream stopgezet en toen is hij lekker naar bedje gegaan. Heb ik hetzelfde gedaan. En ik kwam om, hoe laat was het? 2:30 mijn bed uitrollen. Heerlijk. Maar, 2:30? Ja, 2:30 ging ik mijn nest uit. Ik was wel eerder wakker, maar alsnog, het was al vet laat. Oh. Maar het was wel even een, hoe heet het? Iets wat je gaat herinneren voor later. Godverdomme.
Hey joh, hey. Ja, ik zet die blokken weer op de verkeerde plaats. Oh ja, maar dat heb ik ook heel vaak. Dat maakt niks uit. Ja, dit wel, want dit loop je weer zo langzaam. Oh. Bo, je maakt daar Godver. De poort... Wat doe je nou? Ja, nee, die is kletsend op te schieten. Bo, is er nou? Je doet hem daar, terwijl daar het zwembad komt. Ik bouw hem gewoon. Het boeit me even niet meer, hoor. Ja, wacht. We gaan nu wel even naar de Nether dan. En dan stoppen we aan straks ding. Voor je. Ja, we stoppen in de Nether. Doei. Oké, joehoe. There we go. Hopelijk doet hij het. Ik hoop het. Ik denk het niet. Oké, nee, doei. Het werkt nee, niet. Nee, dat komt omdat de server down is. In onderhoud. Als jullie dat nog niet wisten, de server waar we op spelen, dat heeft op dit moment onderhoud. Al een paar dagen, maar daar kunnen ze dus niks aan doen. En wij kunnen via een ander soort server erop. En daarom zijn wij wel online. Voor survival natuurlijk. Dus daarom zijn wij hier wel op de server. Just that you know. Oké, okay. Bo, hoe vind je de waterval worden? Ik heb hem lekker met steen gemaakt. Ja, ik heb nog niet gekeken, dus ik heb geen idee. Oh, nou kom eens spieken. Ja, ik was even schoenen aan het maken. Oh, schoentjes. Ja. Nice. Voor mezelf, niet voor jou. Nou. Wat? Dat vind ik nou niet aardig. Ja, ik kan nog voor jou maken, maar je hebt al schoenen, dus... Oh ja, ik heb er van een skeleton gekregen. Lief, hè? Oh, nice. Zo. Wat leuk, hoor. Ja, toch? Ja. Nice, oké. Hoppakee. Dan gaan we de volgende keer wel even met emmers... Ja, met emmertjes water. Twee emmertjes water halen, twee emmertjes pompen, meisjes op de klompen. Ken je die? Natuurlijk, wie niet? Oh ja, sorry, ja, misschien... Je wist ook niet wie Piet Paulusma was, dus waarom? Ik weet al wie dat is, alleen ik kijk het programma nooit, dus ik wist niet dat hij dat zei. Oh ja, nee, ik ook niet. Dat was ja, het. Ja, nee, ik snap het. Oké, okay. Zo. Oeh, hier wordt hij wel heel dun. Kan het schuin er doorheen? Ja. Oké. Okay. Zo. Hey, maar Roy. Ja, Bo. Ik kom naar je toe springen, maar het lukt niet. Oh, nu oh, wel. Hè? Je staat op een blokje! Je staat op een blokje! Nou! Ja, thank you. Ik denk dat dit een goed moment is om er weer van door te gaan. Ja, ik vind het ook een goed idee, Bo. Ik vind het een heel goed idee. Dus jongens, nou. Wij willen jullie bedanken voor het kijken voor deze PM Server Survival. En als je het een leuke video vond, ga niet even een duimpje omhoog doen. Dan kunnen we zien dat je het een leuke video vond. En bij de 500 likes gaan we natuurlijk een reactie van de dag voorlezen, want ik heb er nog heel wat staan in mijn mobiel. Bij de 500 likes. Ja? Dat zei jij zei toch? Bij de 500 likes gaan we een reactie van de dag voorlezen. Zei ik dat? Ja. Ik zeg zulke rare dingen. Laatst zei ik ook dat ik in een metro zat, maar dan zat ik in een tram. En ook in Disney toen zei ik dat we in Londen waren. Ja, jongens, bedankt voor het kijken en vergeet niet het duimpje omhoog te doen. En dan zien we jullie morgen weer bij PM Service op dag nummer 45. Jongens, bye bye. Doei.